gaan vandaag vast een andere wedstrijd zien als vorige week. Elke wedstrijd is anders. Ja, we spelen natuurlijk vandaag tegen Lisse. Is dat een meer aansprekende tegenstander? Nou ja, kijk, Excelsior Maassluis die speelde om de Keizersbaard. En dat was ook wel een beetje te zien aan de wedstrijd. Buiten het feit dat het altijd moeilijk en moeizaam spelen is daar, stroperig. Maar ja, Lisse is nu degene die de punten nodig heeft. Dus we krijgen vandaag een heel ander soort wedstrijd, denk ik. Met heel veel strijd. En ja, zij zullen de wil om te winnen, zullen ze zeker laten zien vandaag. En ik hoop dat wij daar iets goeds tegenover kunnen zetten. Kunnen wij ons ook wat beter opladen voor zo'n wedstrijd? Dat zal achteraf blijken. We hebben de hele week wel aan gewerkt om, hun voldoende weerstand te bieden. Zeker qua inzet. Je gaf in de voorbeschouwing al aan, het draait veel om Martin van Ooijwijk bij Lisse. Hoe gaan we ervoor zorgen dat hij onschadelijk wordt gemaakt? Nou ja, hij heeft de laatste twee wedstrijden natuurlijk laten zien dat hij buitengewone kwaliteit heeft. Maar er zijn ook genoeg wedstrijden geweest waarin hij onzichtbaar was. Wij moeten hem zorgen als team dat hij vandaag weer onzichtbaar is. Zet je dan één iemand op hem? Zou kunnen, maar hij speelt in een bepaalde zone en daar vangen we hem waarschijnlijk op. Ik zag dat je een totaal andere opstelling hebt als vorige week. Nou, dat is eigenlijk niet. Achterin staat volgens mij hetzelfde, alleen met Jamie voor Raymond. Middenveld is iets aangepast met Mike voor Soufiane. En voorin Barry even rust en Ali komt terug. Vanwaar de keuze voor Mike in plaats van Soufiane? Ja, Mike die moet zeggen op training doet hij het heel goed. En Soufiane is in de omschakeling toch best wel kwetsbaar. En ja, Mike heeft ook wel, hij is ook een hele creatieve speler. Kan steekballen geven, kan schieten uit tweede lijn. En hopelijk bewijst hij vandaag waarom dat hij speelt. Wat meer agressie ook? In de omschakeling is hij wat anders. Ik denk Soufiane met name ook tweebenig is. Daar zit Soufiane heel veel winst in te halen, met name schieten uit tweede lijn. Maar Mike zal in het omschakelen wat degelijker zijn. Heel veel succes vandaag. Dankjewel.
Ashraf, een 2-0 overwinning. Ja, heb je goed gezien. Nou ja, volgens mij meer dan terecht. Ik vond de eerste helft waar weer een meester. Hebben zij volgens mij geen kans gehad. En de tweede helft beginnen we weer best wel aardig. Daarna hadden we even een fase dat we het iets moeilijker hadden. Dat zij er een beetje doorheen kwamen. Nou, Jamie redt ons fantastisch volgens mij ook nog een paar keer. Ja, dus, maar goed, echt heel gevaarlijke kansen hebben ze niet echt gehad. Dus ik denk al met al terechte 2-0 overwinning. Jij had in de eerste helft een duidelijke opdracht. Ja, kon je dat zien? Dat kon ik zien. Volgens mij moest jij Martin van Ewijk uitschakelen. Ja, weet je, dat is volgens mij een van de beste spelers van de tweede divisie hier. Ja, en die, als je die een metertje ruimte geeft, dan doet hij weergaloze dingen af en toe. Maar gelukkig was hij vandaag redelijk onschadelijk. Hij kwam niet echt lekker in zijn spel volgens mij. Nee, volgens mij vindt hij het ook niet echt leuk als ik zo kort op hem sta. Dus de trainer had gezegd, als hij naar de wc gaat, moet je met hem mee. Dus dat heb ik gedaan. Het ziet er wel leuk uit, want hij is natuurlijk een enorme kerel. En jij bent niet zo groot. Maar toch weet je mannetje prima te staan. Ja, ze zeggen wie niet sterk is, die moet slim zijn volgens mij. Hè? Vervolgens in de tweede helft wordt het wat onsportief. Martin van Ewijk slaat Chris van Huissen in het gezicht. Vervolgens de keeper die een bal in de dugout schiet. Ja, een beetje onsportief vind ik. Je weet het. Bij dat soort gasten, die keeper vind ik echt onbegrijpelijk. Ik loop naar hem toe, hij zegt dat hij uitglijdt. Nou ja, dat gelooft niemand natuurlijk. Dus gewoon heel onsportief. Ja, echt diep triest. Maar ja, dat typeert de keeper ook wel volgens mij. Is dat dan een smet op de wedstrijd? Nee, vind ik niet. Ik denk dat we dat best wel professioneel hebben opgelost. En lekker gewoon teruglachen en de 2-0 op het scorebord. Dat is het beste wat je kan doen volgens mij. Nou, nu zijn we in ieder geval 100% zeker. Kan niet meer mis. Nee. Waren we, naar mijn idee vorige week ook al. Maar nu is het definitief. Ja. Lekker weekend. Ja, heerlijk. Dankjewel. Ja, jullie ook. Chivero, ben je tevreden met deze wedstrijd? Ik ben zeker tevreden met de uitslag en de manier van spelen hoe we eerste helft speelden. Veel voetbal. Tweede helft was iets minder. Gaf ze veel druk, waardoor we moeilijker eruit kwamen. Maar ik ben zeker tevreden met de uitslag. Ja, en jij maakte openingstreffer vandaag. Ja, klopt. Het was een mooie openingstreffer. We speelden heel vaak over de linkerkant en uiteindelijk kreeg ik hem naar rechts. Dus toen rende ik er doorheen. Chipte hem op Mikey en Mikey gaf hem voor en ik kopte hem erin. Het zag er eigenlijk heel makkelijk uit. Het voelde eigenlijk ook best wel makkelijk. Dus het was zeker een mooi doelpunt. Ja, het zag er inderdaad makkelijk uit. Maar het is toch een knappe actie die je helemaal zelf hebt opgezet. Ja, klopt. Dat zeiden die jongens ook en de trainer ook. Slim dat je zo erin liep. Trainers ook voor de wedstrijd van dat er veel ruimte is. Wanneer ik de bal zou hebben, dat ik dan erin kon lopen. En dat de keeper ver voor zijn goal uitstaat. Dus het was zeker een prima actie. Zoete overwinning? Ja, zeker. Lekkere overwinning. Ook weer beter dat we nu van een voorsprong niet weer gelijk komen te staan. Dus dat voelt ook zeker goed voor de jongens en voor ons en de staf. Dus we moeten deze lijn doortrekken naar de laatste drie wedstrijden. Goed weekend, dankjewel. Alsjeblieft. Die beoogde 6 punten van Lisse terugpakken, dat is ons gelukt. Ja, ik moet zeggen, in de uitwedstrijd was het overtuigend. En uiteindelijk over heel de wedstrijd gezien, behalve 5 minuten na rust, was het hier ook heel overtuigend. Na de eerste helft waren we hier een meester. Ja, daar waren wij door verrast. We hadden meer een orkaan verwacht. Net zoals ze speelden tegen de Treffers en tegen Rijnsburg. Maar we hebben goed gebruik gemaakt van het feit dat Van Ewijk totaal niet mee verdedigt. En dat is gewoon zand in de motor op het moment dat die uitgeschakeld wordt. En daar hebben we heel goed gebruik van gemaakt. Ja, dat hebben we zeker gedaan. Maar in de tweede helft laten we ons toch wel weer een beetje naar achteren duwen. Ja, maar ja, dat roepen we over onszelf af. Als je nou kijkt de wedstrijd tegen Tech, als je de wedstrijd tegen de Dijk ziet, dan gaan we rusten met een ruime voorsprong, nu weer. Ja, en dan is het toch gemakzucht van een ploeg die al veilig is. En dan krijgt een andere ploeg, die krijgt dan wel de ruimte, de tijd en de geest om het ons moeilijk te maken. En Jamie, 3 fantastische reddingen. En dan hadden we het gewoon af moeten maken, want we hebben zoveel mogelijkheden gehad. Het was gewoon wel erg amateuristisch hoe we dat uitgespeeld hebben. Maar het eindresultaat staat. Nou ja, we stijgen 2 plaatsen op de ranglijst, dus dat doet goed. En we hebben zin in volgende week tegen Kozakkenboys.
In de tweede helft wordt het allemaal wat onvriendelijk. Martin van Neuwijk slaat Chris van Hussen in het gezicht. En de keeper van Lisse schiet de bal in de dugout. Ja, kijk, weet je wat het is? Van Ewijk heeft losse handjes. Zeker binnen de lijn en buiten de lijn is het gewoon een fantastische kerel. Buiten de lijn is Brian van der Werg ook een normaal iemand. Maar binnen de lijn zijn het gewoon mafketels. En zeker wat die keeper flikt. Er zit een kind van 5 jaar in de dugout. Als hij die vol op zijn hoofd raakt, gaat het kind gestrekt naar het ziekenhuis. Maar dan had ik jou gegarandeerd dat Brian van der Werf ook gestrekt van het veld afgegaan was. Is het jongetje erg geschrokken? Sorry? Is het jongetje erg geschrokken? Ja, er is heel wat verbaal geweld natuurlijk. En dan die bal dan zo in de dugout. Natuurlijk is dat jongetje geschrokken, maar we hebben hem weer gerustgesteld. Volgens mij kreeg Robert Olijveld ook een gele kaart daarbij. Ja, weet jij waarvoor? Ik niet, ik vraag het aan jou. Ja, maar ik hoorde van de grensrechter dat hij een beetje aanleiding was van die bal van de Werf, maar ik weet het niet. Marciano raakt aan het eind van de wedstrijd nog geblesseerd. Hoe is het met hem? Schoot in zijn lies en die heeft behoorlijk wat last van. Dus dat wordt nog spannend volgende week of hij mee kan doen? Ja, maar we hebben nu op het moment weer een redelijk fitte ploeg. Want Ali en Chris zijn weer aangesloten en we hebben in Ralf een hele goede vervanger mocht er met Marciano iets gebeuren. Op naar volgende week dan, Kozakken Boys. Ja, leuk. Kijken we naar uit. Altijd een leuke wedstrijd. Altijd leuk. Mijn oude club ook. Tot volgende week. Sorry? Tot volgende week. Tot volgende week.